Venus, geen congres, oh de liefde. Wij stonden net achter de schermen even te praten met elkaar. Ik was gewoon buitengesloten, alsof het Russisch was. Nee, dat waren mooie jaren. Veel plezier gehad en we hebben ook ongelooflijk veel bereikt. Tot in Grun. Ja, tot op de Martini door, hè. Tot in Groningen. Afscheid, we gaan naar Groningen. En wij gaan krachtige verbindingen leggen. Hey, daar hebben we Angelique. Hey, Tony. Leuk dat ik een stukje mee mag rijden, mooi trein. Kom erbij. Onze logische eerste gast is natuurlijk Angelique de Vries. En met Angelique gaan we het hebben over innovatie. Wat mogen onze bezoekers wat jou betreft verwachten in Groningen? Nou, ik denk dat we echt in een fantastisch mooi moment zitten in deze tijd. Technologie gaat hard. We gaan inderdaad naar Groningen als een hele hippe stad. En er is heel veel te melden. Als je kijkt naar de mogelijkheden die SAP biedt, daarom heeft Vishal Sika laatst ook gezegd, er zitten wel honderden omgevingen die springen om die functionaliteit naar buiten te brengen. Bijvoorbeeld gebruikmakende van iPad, waardoor het voor de gebruiker leuker, makkelijker, eenvoudiger wordt om gewoon zijn dagdagelijkse werk te doen en daarmee de business beter te doen. Een pennetje speciaal moet nog genodigd, want daar moet je ook voor tekenen. Ik denk voor iedereen die naar het congres gaat om te kijken hoe kan ik upgraden, wat brengt het me. Ik denk dat er veel voordelen te halen zijn als je alleen al denkt aan total cost of ownership. Mm-hmm. Het kan sneller, het kan slimmer, het kan op met de gebruikmakers van bijvoorbeeld een solution manager. Er zijn heel veel voorbeelden waarom het goed is om wel serieus naar zijn upgrade te kijken. En ik nodig graag iedereen uit om dat te doen. En gaan we dit jaar weer demo jammen? Ja, zeker. Vorig jaar ook. Het was dan een heel groot succes. Er waren heel veel inzendingen. Ik denk dat er heel veel innovatie te melden is. Dus het zou leuk zijn als we weer het record verbreken. Wij doen zeker mee. We hebben ook een ander idee voor een VIP-event. Hè? Dus we nodigen ook graag iedereen uit om ook weer deelnemers zelf ook weer uit te nodigen. Je krijgt er VIP-plaatsen, je krijgt voorrang, maar vooraan in de presentaties. En volgens mij zijn er ook hele leuke ideeën en spannende dingen over het feest. Station Tony, ik moet alweer gaan overstappen hier. Ik vond het leuk, deze treinreis. Ja. Jij nog een goede reis verder. Dank je. En tot in Groningen. Ja, dat was leuk. Gelukkig hebben we nog een lange reis te gaan.